Hi. Hi. Nou, dan gaan we zo eerst naar meneer Wilkens en daarna naar mevrouw Van Dalen. Oké. Okay. En wat gaan we bij meneer Wilkens doen? Op mijn 41ste besloot ik de sprong in het diepe te wagen en mijn vaste baan op te zeggen om te solliciteren als oproepkracht. Straks valt u nog. En dan? Dan moet je er nou toch niet mee, mens? Dat was heel spannend, want de uren waren onvoorspelbaar. En bovendien had ik geen enkele ervaring in de ouderenzorg. Ik merkte al snel dat ik het ontzettend leuk werk vond. Nee, kom op, dat kan ik zelf. Zo. Van sommige teamleiders mocht ik zelfs de nieuwe krachten een beetje onder mijn hoede nemen als het druk was. Ik denk echt dat je naar huis moet. Dat gaat niet. Mevrouw Van Dalen. Ik kan best in mijn eentje langs gaan bij mevrouw Van Dalen. Straks steek je haar nog aan. Daar help jij ook niet mee. Oké. Het was voor het eerst dat ik in mijn eentje stond. Maar eigenlijk was ik niet eens zo zenuwachtig. Wat kon er nou misgaan, dacht ik. Nou, veel dus. Mevrouw Van Dalen? Thuiszorg? Mevrouw? Mevrouw Van Dalen? Mevrouw Van Dalen? Dat is echt niet zo. Mevrouw Van Dalen? Hi! Hoe gaat het met jou? Zal ik zo even terugbellen? Wie ben jij? Waar is mijn moeder? Uw moeder? Ja? Ik ben Daisy. En ik ben in opleiding. Mijn senior is ziekenhuis. Heb jij wel door dat die voordeur open staat? Het was open toen ik binnenkwam. Ja, en is dat normaal dat jij hier in je eentje bent om voor mijn moeder te zorgen? Nee, mevrouw. Je hoeft mij geen verhaaltjes te vertellen. Ik heb zelf jarenlang in de zorg gewerkt. Sorry, maar... Goeiedag. Misschien moeten we even zoeken. Hou even je mond. Met Jacobien? Met Jacobien Van Dalen? Ik wil even een vermissing doorgeven. Hoe lang ben jij hier? Net pas, 5 minuten. Oké, nou, sinds 5 minuten dus. Dank u wel. Ik zag echt wel dat haar dochter dacht dat het mijn schuld was. Maar dat vond ik zo oneerlijk eigenlijk. Het kwam toch niet door mij? Heb jij wel door dat die voordeur open staat? Je hoeft mij geen verhaaltjes te vertellen. Oh, sorry. Waar is mijn moeder? Is het normaal dat jij hier in je eentje bent om voor mijn moeder te zorgen? Hoi, met Daisy. Even over mevrouw Van Dalen. Het gaat hier niet helemaal zo goed. Mevrouw Van Dalen is weggelopen en haar dochter is hier. Ik ben het, Daisy. Mevrouw, wat doet hij hier? Hier. Nee, dat begrijp ik niet, dat u geen actie onderneemt.
Nou, dank u wel. Mam. Mam, wat heb je me nou weer bang gemaakt? Ik heb zelfs de politie gebeld. Oh. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat je niet alleen de deur uit mag? Uit mag? Maar er was niemand, hoor. Ja, hoor je wat ik zeg? Jij mag niet alleen de deur uit. Niet alleen de deur uit. Begrijp je nou wat ik zeg, mama? Het viel wel mee. Ik denk dat uw moeder gewoon een beetje de weg kwijt was. Zal ik u even op bed leggen? Dat u even kunt rusten? Nou, jij hebt voorlopig wel genoeg gedaan, denk je ook niet? En ik kan mijn moeder natuurlijk ook gewoon zelf naar bed brengen. Godzijdank, zij is er weer. Ja, is er weer. Iedereen is er weer. Ja, iedereen is er weer. Daisy, ik denk dat het verstandig is als jij mevrouw Van Dalen even naar bed brengt. Kan ze rusten. Oké. Ja. Daisy is een goede verzorgster, hoor. Daar kan uw moeder heel blij mee zijn. Blij, blij. Heel blij. Ja. Ze is in goede handen, dat kan ik u verzekeren. Mevrouw Van Dalen was het ene moment helemaal de weg kwijt. En opeens was ze er weer helemaal bij. Maar dat waren eigenlijk de ergste momenten. Want dan realiseerde ze zich dat ze het allemaal kwijtraakt. Wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Ik was bang. Je was op straat? Ik heb je gevonden. Op straat? Wat deed ik daar? Ik weet het allemaal niet meer zo goed. Ik kan niet eens mijn eigen steunkousen aandoen. Ik ben hier voor u. Ja, nu wel, ja. Maar straks, vannacht, misschien loop ik wel weer weg. U doet net alsof ik niet goed voor mijn moeder zorg. Waarom wilt u een gesprek? Ik denk dat ze wel even zal slapen. Ze is wel rustiger nu. Nou, mooi. Drukte om niks. Ik maak me wel ernstige zorgen over de manier waarop er voor mijn moeder wordt gezorgd. Ik heb nooit spijt gehad van mijn beslissing om in de zorg te gaan werken. Elke dag leer ik nog steeds nieuwe dingen bij. En de dankbaarheid en liefde die je vaak terugkrijgt, dat maakt het goed aan het eind van een zware dag.